Het is niet duidelijk waar het verkeer moet rijden en er ontstaan dagelijks gevaarlijke situaties in het centrum van Holten. Inwoners van het dorp zijn niet te spreken over de herinrichting van het centrum. En daarom moet de kwestie op de politieke agenda, vindt VVD lokaal. Ik ben voor een tijd terug hier zelf aan de fiets gevallen en aangereden werd door een auto die hier ook in een rotgang moest parkeren. En dan lag ik onderuit. Ik vind echt niet op vooruit gaan. Het was leuk met wat beeldjes en bomen en hoepslingers en zo. Maar ik vind dit er echt niet beter op geworden. De bedoeling was een autoluw centrum waar inwoners en toeristen graag komen. Maar in de praktijk leidt de verkeerssituatie tot chaotische taferelen. Het is onduidelijk hoe het nou precies zit. Ik geloof dat het dezelfde regels als een soort woonerf gelden. Maar je ziet dat zowel automobilisten als fietsers, als voetgangers heel erg in verwarring verkeren. Dus. Die dames en heren eruit komen en die gaan naar huis. Ja, dan kriebel is een botsing. Maar het is daar om en no way. De onvrede is VVD lokaal ook opgevallen en aanleiding om de mening van Holten te peilen. Na 2 weken hebben 500 mensen de enquête online ingevuld. We hebben de afgelopen periode een aantal keer geprobeerd om dit op de politieke agenda te krijgen. Dat lukt elke keer maar niet. En om nou toch maar heel breed te laten zien aan iedereen dat dit een probleem is wat heel breed speelt, hebben we maar gezegd van nou, we gaan een peiling houden. Nou, we hebben ondertussen 500 reacties gekregen. Ik denk dat we daarmee al aangetoond hebben dat het een breed gedragen probleem is. Wat zou een beter idee zijn volgens u? Nou, ten eerste alle auto's weg. Ik denk dat er gewoon hele duidelijke regels moeten komen en gewoon dat die ook aangegeven moeten worden op de straat zelf.